Het moet jou onwijs aan het hart gaan wat er met Sparta gebeurt, Nouni Boukari. Ja, dat sowieso. Maar ik denk dat het nu wel moet een keer gaan gebeuren om een keer de overwinning te pakken. Op zich, vandaag, met name defensief, vond ik het nog een redelijke wedstrijd van jullie. Je creëert alleen heel weinig. Je maakt eigenlijk geen enkele aanspraak op de winst. Maar voor de rest ja, waren er wel wat positieve dingen uit te halen. Nee, dat sowieso. Ik denk dat we vandaag wel een strijdend Sparta hebben gezien. En de jongens hebben het. Ik denk dat we het wel goed hebben gedaan. Alleen ja, je zit weer met lege handen. En, eerste helft creëer weinig. Tegenstander ook. En ja, tweede helft scoren zij een goal. Maar wat ik niet goed heb gezien, want ik was aan het warmlopen. En ja, in principe kan je hem op het einde ook nog eruit slepen met die kans voor mij. Die door ons een medespeler wordt geblokt. Dat is jammer, maar ik denk dat ik vandaag wel een goed Sparta heb gezien. En door de nederlaag kan je eventueel de Graafschap in de play-offs tegenkomen. Ja, dan lijken er toch echt kansen voor jullie te zijn. Dat laat je vandaag ook zien, ook al creëer je die kansen niet. Dat had veel meer ingezeten. Ja, nee, dat zeker. Maar ik ben overtuigd, kijk, die play-offs heb je sowieso al. En in principe maakt het echt niet uit wie je gaat krijgen. Het worden gewoon, vanaf nu al zijn het gewoon echt keiharde finales. En kijk, nu kun je bij de laatste twee wedstrijden gewoon vertrouwen uitputten. En dan gaat het echt hier gebeuren. Die twee wedstrijden tegen wie je moet, of naar Graafschap, Eindhoven of Den Bosch is, dat maakt in principe niet uit. Dan moet je daar weer laten zien dat je als Sparta wat kan. Ja. Hoe is het wel mogelijk om als je echt tik op tik blijft krijgen, wat inmiddels echt al weken gaande is, om dan opeens toch te kunnen pieken? Ja, het is lastig, maar ja, je moet toch door. En wij blijven er niet in principe wel in geloven. En kijk, je kan het zo een slecht seizoen hebben, maar je kan het ook weer in een paar wedstrijden een heel mooi seizoen van maken. Jij bent een echte Spartaan, hè? Daarom kwam je ook terug. Ook op basis waarvan je het doet, hè? Op amateurbasis. En dan gebeurt er dit met die club waar je zoveel van houdt. Dat raakt je ook als persoon, als Spartaan. Nee, dat sowieso. Dat elke keer als ik het club verlaat en richting huis ga, ja, dan blijft het gewoon in je hoofd. En ja, je zit er natuurlijk mee. Maar zoals ik zei, ik blijf erin geloven en we gaan er gewoon nog steeds voor. En we zien wel waar het eindigt. Ik hoop dat we die play-offs gewoon goed spelen en winnen natuurlijk. En hopelijk promoveren, want dit club verdient natuurlijk veel meer dan dit. En jij ook, want het zou ook van een hele mooie carrière een afsluiting zijn die daar totaal niet bij past. Ja, dat ook. Maar ja, ik heb voor veel verrassingen gezeten. Dus het kan. Ik heb het bij andere clubs ook meegemaakt. Dat je vanuit een slecht seizoen toch iets kan halen. En ja, dus de wonderen zijn nog de wereld niet uit. Ja, en het is ook die druk waar iedereen het altijd even heeft. Die druk bij Sparta die zo groot is, daarom lukt het nooit in die nacompetitie. Ja, die druk is nu ook nul, want niemand rekent meer ergens op. Nee, ik denk, tenminste als ik over mezelf praat, dan hoef je eigenlijk niet over druk. Ik denk dat druk, dat zit gewoon in je hoofd en dat laat je bijpraat bij mensen. Maar ze moeten gewoon vrij zijn in hun hoofd en gewoon hun ding moeten doen wat ze moeten doen. En dan denk ik wel dat het goed komt. Zoals vandaag, dan zie je toch dat iedereen vecht voor elkaar. Bij een opstootje of gele kaart zie je toch bij iedereen voor elkaar opkomen. En zo hoort het en dat zijn de echte Spartanen.